Welkom allemaal bij deze video. Mijn naam is Harry Baks en misschien kennen jullie mij nog van vorig jaar. Ik heb toen een sponsortocht gefietst. Ik ben vanuit Albanië naar Nederland gefietst. En ook dit jaar hoop ik weer op een sportieve manier iets bij te kunnen dragen aan het werk van de zending. Nou, jullie zien hier naast mij een eenwieler. Die heb ik sinds een aantal maanden aangeschaft. En ik hoop met deze eenwieler een week lang door Nederland trekken en daarbij verschillende gemeentes aan te doen van waaruit mensen uitgezonden zijn. En ik hoop ook elke dag door middel van een interview met iemand in gesprek te gaan die dus betrokken is bij zending, op welke manier dan ook. Nou, ik hoop zo'n 150 kilometer te fietsen en met het geld wat ik daarmee hoop op te halen, hopen we het werk in Ecuador en in Albanië te kunnen steunen en dan wel precies het jeugdwerk wat daar gedaan wordt. En wat wordt daar nou precies gedaan? Dat kunnen de mensen daar het beste zelf vertellen. Luister maar. Hallo allemaal. Leuk dat jullie kijken. Ik wil jullie graag een inkijkje geven in het zendingswerk in Albanië wat vanuit ZVG gedaan wordt. Ik ben Willemien van Schothorst en ik ben uitgezonden als begeleider voor jeugd- en vrouwenwerk. Een deel van mijn werk is om publicaties te verzorgen voor de kinderen en de jongeren van onze gemeentes, maar eigenlijk ook voor alle kinderen en jongeren in heel Albanië. We hebben bijvoorbeeld het afgelopen jaar 18 brochures uitgegeven met Bijbelse verhalen. Maar we hebben ook voor kleinere kinderen de Kijk en Luister Bijbel uitgegeven. Die kennen jullie mogelijk wel. Die is vertaald en afgelopen april is die ook aangekomen in Albanië en hebben we dus ook de Kijk en Luister in het Albanees. Inmiddels zijn we bezig met het vertalen van het boek De Christenreis voor Kinderen. Het boek wordt op het moment vertaald en gecorrigeerd en we hopen dat het in september uitgegeven kan worden, dus geprint kan worden bij de drukkerij. Maar daar is nog een heleboel geld voor nodig. Het printen kost zo'n 2.500 tot 3.000 euro. En daar willen we jouw hulp voor vragen. Help jij ons mee om mooie boeken, christelijke boeken, te drukken, te publiceren voor de kerken in Albanië en voor de kinderen en jongeren? Draag je steentje bij en wees daarin ook een schakeltje in het werk hier in Albanië. Een hartelijke groet vanuit Albanië. Hallo allemaal, ik ben Aline van der Maat en ik werk als begeleider van het kinder- en jeugdwerk in Ecuador. Samen met leidinggevenden van de zondagschool en van de jeugdclubs denk ik na over hoe zij de kinderen en jongeren kunnen bereiken, hoe ze hen kunnen onderwijzen in de Bijbelse leer, hoe ze met hen na kunnen denken over belangrijke thema's in hun leven. Hierbij hebben we ook materiaal nodig. Er is al veel materiaal beschikbaar, maar we zijn ook steeds weer op zoek om nieuw materiaal te ontwikkelen, te vertalen of ook zelf te schrijven. Een mooi voorbeeld hiervan is dit boekje van Mijn Bijbel heeft een rode draad. Deze is al beschikbaar in het Spaans, maar op dit moment is het uitverkocht en we zijn ook bezig om deze weer opnieuw uit te geven. Maar ook voor het zondagsschoolwerk hebben we materiaal nodig. Dus deze actie is voor ons ook heel belangrijk om geld op te halen, om dit materiaal te ontwikkelen, te schrijven. En we zijn dan ook heel blij dat Henry deze actie op touw zet. En namens alle kinderen en jongeren van onze gemeente willen we Henry alvast heel hartelijk bedanken voor deze actie. En ook u allen voor uw gift. Ben jij nou ook enthousiast geworden over dit mooie project? Dan kunnen jullie dit werk ook financieel steunen. Door deze sponsortocht ook te steunen. En dat kunnen jullie doen door naar de website te gaan. www.zgg.nl/eenwieler. Of maak wat geld over via een tikkie. Alvast heel erg bedankt. Wie weet tot ziens. Groetjes.